hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Wij zijn vandaag echt best wel laat wakker geworden. Ik denk 1 uur of zo. Toen is Nessim even naar de kapper gegaan. Toen ben ik maar even gaan schoonmaken in het huis. Want ja, als ik soms wakker word en ik zie gewoon mijn huis niet schoon is, dan krijg ik gewoon echt een error in mijn huis. Ik krijg echt een error in mijn hoofd. En dan begin ik gewoon gelijk met stofzuigen en alles. En dat heb ik eigenlijk een beetje gedaan. Ik ben net klaar. Ik moet eigenlijk alleen nog dweilen. Ik dacht ik doe het pas na het eten. Dan vind ik het veel fijner. Ik ben dus net klaar. Toen heb ik me even een beetje klaargemaakt, opgemaakt, omgekleed. Zodat ik me iets beter ga voelen. Want vandaag is gewoon echt mijn dag 1. Ik begin vandaag gewoon lekker met gezond eten. Het is gewoon echt weer mijn dag 1. Van mijn healthy journey. Want ik ben het helemaal zat. Elke keer heb ik een goede dag en dan weer een slechte dag. Goede dag, slechte dag. En dat, ja, dat houdt gewoon niet op. Maar gisteren heb ik natuurlijk de massage gehad. Die bindweefsmassage. Toen zei ze tegen mij van dat het wel echt nodig is. Dat je in combinatie met die massages ook gewoon gezonder gaat eten. En meer gaat bewegen. En toen ben ik eigenlijk juist een beetje gemotiveerd geraakt. Om weer echt gewoon te starten. Dus ja, dat is wat ik ga doen vandaag. Ik ben al heel goed gestart. Ik laat jullie even zien wat ik vandaag heb ontbeten. Ik ben lekker eieren aan het bakken voor ontbijt. Ik heb vandaag best wel trek, dus ik heb even 2 broodjes geroosterd. Koolhydraatarm, of course. Het is trouwens echt nog steeds heel warm buiten. Niet normaal, maar morgen gaat het dus afkoelen. En daar ben ik echt, echt heel blij mee. Echt zin in een cola zero. Ik drink wel gewoon cola zero. Ik probeer wel een beetje te minderen, want de laatste tijd drink ik echt heel veel. En ik ga dus even zo een salade maken. Ik heb echt zin in een salade, want ik heb echt heel lang geen kip gehad. Dus ik heb een soort van kipsalade gaan maken. Ik weet niet hoe of wat, maar ik heb al wel boodschappen gedaan vanochtend gelukkig. Dus ik heb al genoeg binnen. Ik denk dat ik gewoon gelijk ga starten met mijn salade maken, want ik heb nu lekker een drankje erbij. Dus ik heb wel fijn rust te koken. Ik ga een salade maken met kip en daarvoor heb ik hem nodig. Romanesla. Trouwens, ook als ik zo'n zak dus koop. En ik doe dat letterlijk op mijn bord zo. Want het is gewassen, staat er nog op. Gewas en ijswater. Zie ik comments met dat mensen het nog een keer wassen thuis. Ja, ik ga er echt niet aan beginnen. Sorry. En ik hou ook echt niet van slappe sla. Of dan moet je je sla weer op een speciale manier gaan. Weet ik veel wat. Ik doe dat niet. Ik doe het gewoon echt vanuit deze zak in mijn bord. En ik vertrouw daarop. Sorry. Tomaat, komkommer, mayo heb je nodig, appelazijn, een beetje zout, peper, knoflook en peper en zout. Ik heb de verkeerde gekocht, jongens. Ik heb net een bestelling gedaan van Himalaya zout, want ik heb deze molen gekocht van de Albert Heijn. Op een of andere manier komen er echt gewoon zulke grove stukken uit en dat komt in mijn eten en dat is zo goor. Dus toen ging ik even naar Albert Heijn om te kijken of er een andere versie van Himalaya zou te verkopen. En dat doen ze dus niet hier. Super irritant. Dus ik heb even online heb ik fijne Himalaya zout besteld. En je hebt bieslook nodig. Je hebt verse peterselie nodig. Eigenlijk ook verse bieslook, maar dat heb ik niet thuis. Avocadoolie. Mais. En dit vind ik echt heel lekkere olijven. Kalamata olijven zonder pit. En een rode ui. Zo, een kom even voor mijn salade. En even als tip, jongens, voeg sla pas als het laatste toe, want hij wordt heel snel slap. En aangezien mijn salade hierna nog in de koelkast gaat, ga ik die weer in de koelkast doen, want ik heb hem nou nog niet nodig. Snijplank, mes, ik kreeg laatst commentaar over mijn vlog, onder mijn vlog. Dat mijn keukengrij, mijn keukenspullen echt lelijk waren en dat ik daarin moest investeren, want ik kook bijna elke dag. Maar ik vind dat soort comments echt eigenlijk heel irritant. Laat me gewoon blij zijn met wat ik heb. Niet alleen dat, maar als je me volgt weet je gewoon dat ik over een paar maanden gewoon een splinternieuwe keuken heb. En ik dan alles nieuw ga kopen. Deze dingen zijn gewoon duidelijk. Ik heb ze lekker van de Action allemaal. En even kijken, soms koop ik bij de IKEA dingen. En dat boeit me op het moment gewoon niet heel erg. En ik red me ermee en ik ben er gelukkig mee. Gelukkig. Wat ik ga doen is nu, oh ja, wat ik nog wel toevoegen is dat zo'n commentaar zo onnodig. Ik bedoel, ja, ik kan me dat permitteren, maar er zullen vast wel mensen zijn die dat niet kunnen. Dus laat gewoon lekker iedereen zijn waarde. Als iemand gewoon met lelijke keukengrij wil werken, laat diegene in zijn waarde. Ik ga even tomaatjes en komkommers snijden. Zo, ik
heb alles even gewassen. Ik ga nu alles even een beetje, ja, niet fijn snijden eigenlijk voor deze salade. Mag best wel een beetje grof zijn. Dan heb je dit. En ik vind een tomaat voor deze salade gewoon genoeg. Want ik maak meer een creamy dressing, zeg maar. Dus dan hoeft niet zoveel tomaten erin. Ik vind het prima. Dan ga ik even de peterselie wassen en snijden. Peterselie toegevoegd. En nu ga ik even de ui snijden. De rode ui. En voor salades gebruik ik meestal een kwart van ui. De ui is erbij. Nu ga ik even de mais uitlekken. Doe er een volle lepel mais bij. Zo, another one. Ik weet niet, ik wil voor deze salade meer mais erin. Ik heb het gemixt, ik vond nog weinig. Zo, de kalamata olijven ga ik snijden. Dus ik doe ze niet in het geheel erin. Dat vind ik veel lekkerder in salades. Zo, even kijken of ik genoeg olijven erin heb. Zo, nog meer olijven toegevoegd en nog meer mais. En dan gaat dit even de koelkast in. Want Nessie is nog lang niet thuis. Dan heb ik alvast salade klaarstaan. Dit is nog los van de dressing en de kip die er straks allemaal bij komt. En de sla. En nu de dressing. Heel veel mayo. Dus heel veel mayo. Hallo! Yes. Een beetje appelazijn. Niet te veel, anders gaat het echt overheersen. Ik doe er ik doe er avocadoolie bij. Bieslook doe ik erbij. Volgens mij nog niet eens open. Ik doe er zout bij. Knoflook en peper. Zo, en dit is de dressing. Ik heb even de kip gemarineerd. Ik zweer, ik heb er van alles in gedaan. En ook een beetje tomatensaus toegevoegd, want dat vind ik echt, echt heel lekker. Ik heb er onder andere kipkruiden in. Dat zijn deze. Ik heb gemalen koriander toegevoegd. En nog een mix van kruiden uit Irak die ik had. En tomatensaus. That's it. Deze gaat nu afgedekt de koelkast in. Ik heb alles al gedaan in de keuken. Ik heb nu ongeveer een speling van een uur. De kip kan nog marineren en dan ga ik hem voorbereiden. Maar ik ga even in de tussentijd ook even iets anders doen. Ik ga namelijk editen. Wij gaan vanavond ook weg. Dus dan ben ik al klaar met editen. Nessie is thuis en gaat even aan de slag. Dus ik ga even snel de kip bakken. Zo, een beetje olijfolie erin. Ik heb dus net lopen editen. Ik ben net klaar. En als je je afvraagt waar mijn kindjes zijn, die zijn hier. Hallo! En nu ga ik pas de salade mixen. Er komt de sla bij en deze dressing. Ondertussen de kiphaas aan het bakken. Zo, en dan de salade verspreiden over twee borden. Bijna klaar. Zo, ik heb inmiddels de kip gesneden. En die gaat hier boven. Dat is het. En dan vind ik het altijd wel lekker om een beetje gebakken uitjes toe te voegen. Net zoals mijn salade is klaar. Oh, yes please. Oh, yes. Yes. Wil je hier eten of daar eten? Daar wil je ook. Oké. Ik vind het echt de beste maaltijd in de zomer. Ja. Lekker cola zero erbij. Yes. Kijk eens wat er net is binnengekomen. Al mijn Zara items van de sale en zo. Is allemaal binnengekomen. Ik ben echt zo blij. Ik wil het eigenlijk uitpakken. Rustig. Ik wil het eigenlijk uitpakken, maar we gaan zo vertrekken. Dus misschien ga ik het daarna pas doen. We zitten inmiddels in de auto zoals je ziet. En wij gaan vandaag naar een comedyclub. Nessie heeft even kaartjes voor ons gehaald. En ik mag mee. Leuk. Een try-out. Guys, we zijn er. Er was niet echt een parkeerplek dichtbij. Dus we moesten heel veel parkeren. Heel ver parkeren. En nu zijn we aan het lopen. Ik vind dat je nog steeds te snel praat. Ja, maar sorry, maar dat ben ik wel. En dan moet je me accepteren. Want ik accepteer het wel, maar je bent de hele tijd aan het stressen. Vind ik gewoon dat je mij niet accepteert hoe ik ben. En ik praat gewoon mooi. Oh god. Ik ga mezelf nu even veranderen. Ik ben zat. Ik praat snel. En dan? En dan. Accepteer moet maar. Moet ik zo praten. Zet deze video even allemaal in slowbo. Als jullie willen, ja, dat kan als jullie willen begrijpen. Ja, andere snelheid. Onze show is alweer klaar. Het was leuk, Nes? Het was echt leuk. Het duurde ongeveer een uurtje en het ging ook best wel snel voorbij. Dus dat is best wel goed. Hij heet Lodi heet hij dus, maar... maar dat is altijd wel een goed teken als de tijd snel voorbij gaat. En als het niet zo is, dan is het slecht eigenlijk. Maar wij zitten nu hier. Dit is echt heel rustgevend. We zijn er nog steeds. Ik heb even een cappuccino besteld. Super handig. Ik kan dus met een barcode tegenwoordig overal bestellen.
Moet je gewoon je camera aandoen met deze barcode en dan krijg je gewoon een menu. Nou, het was gezellig, jongen. Kijk hoe donker het alweer is. Ik zit voor de grap gewoon. Je ziet je niet eens. Eigenlijk wel goed, ik laat je erin. Het was gezellig. Leuk. Het is alweer een beetje laat. We gaan weer naar huis. Het is trouwens wel echt een leuke hangplek hier. Dat is mooi, hè? Het is niet zo, het is niet zo druk. Je kan lekker een drankje doen. En je kan hier gewoon elke dag gewoon een drankje doen, hè? Ja, nou dat fijn. Goed om te weten. Het is onze nieuwe chill plek. Kijk, die nou is nog wild. But one of the children is a bit more helpful than it. Yeah. Not sure, is looking behind me. Sister Four. Ze is inmiddels al naar bed. Ik probeer deze fles even op te drinken en dan ga ik ook naar bed. Dus ik ga bij deze ook even de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke vlog vindt en ik zie jullie morgen weer. Doei doeg!